Wat heeft dat martelaarschap hem eigenlijk opgeleverd? Nou, wel eeuwige roem, anders zouden we hier natuurlijk niet zijn. En... Zou je daar blij mee zijn? Ja, zeker wel. Want ik denk dat hij de tweede Van Gogh is die bekend is geworden. Nieuws. Het is vandaag 20 jaar geleden dat Theo van Gogh werd doodgeschoten door de moslim-extremist Mohamed Bouyeri. De aanslag op zijn leven was niet alleen een aanslag op hemzelf, maar ook op de vrijheid van meningsuiting. Hij wordt vandaag herdacht in de Bali. Het was een hele nare dag, een hele nare belevenis. Hoe je ook denkt over zijn werk en over zijn standpunten en over zijn provocerende manier van interviewen en zo, en filmen ook. Ja, het is gewoon natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is, dat had nooit mogen gebeuren. Zeg Theo van Gogh, 20 jaar geleden, vandaag ja. De herdenking. Nou, hoe herinnert u ik hem? Ik zeg niet als de dag van gisteren, dat is nou niet zo, maar je weet exact het moment waar je was toen het binnenkwam, toen we op de Dam stonden. De woede. Nee, ik was niet Theo's beste vriend, maar ik kwam ze nu en dan tegen in televisieprogramma's. Deed wat dingen met hem. En ik weet vooral dat ik daar op het terras van de stad Schouwburg stond, een paar maanden voor zijn moord. Waarbij al een paar van die Marokkaanse jongens riepen, we gaan het varken zijn nek doorsnijden. Ik dacht echt van wow, het was zo tense, het was zo... En ik weet niet of het heel veel beter is geworden sindsdien, maar wij missen Theo. Dat is wat er aan de hand is. Want wie is er nog zo vocaal, wie is er nog zo eloquent in zijn woordgebruik, direct ook en niet zonder zelfspot? Theo die stond voor het vrijheid van meningsuiting in de totale, absolute zin van het woord. Je moet alles kunnen zeggen. En ik denk dat ik dat ook zeker zo zie. Ik denk wel dat het heel belangrijk is op welke manier je het zegt, welke woorden je kiest. Soms, als je sommige woorden kiest, gewoon omdat je het lekker vindt, dan bereik je niet een dialoog. En dan leidt dat ook tot onbegrip, tot woede. En ook tot geweld. En daar heeft hij dat zelf aan de lijf jammer genoeg ondervonden. De dienst is van het Leidseplein naar binnen hier in de Bali verplaatst. Waarom was dat? We hebben de openbare herdenking verplaatst van buiten naar binnen. Omdat we het moeilijk vonden en omdat acteurs het moeilijk vonden. Omdat in openbare ruimte zulke gevoelige dingen te zeggen. Ze hebben hem allemaal gekend. Het is allemaal heel persoonlijk. Dat is in de eerste plaats. In de tweede plaats, men voelde zich zeg maar, in de ruimste zin des woords niet veilig om het op een heel groot plein te doen. Het is openbaar. Het maakt denk ik niet uit. Maar voor de theatrale gebeurtenis is denk ik het theater van de Bali een betere plek. Maar toch een gevoel van onveiligheid, waardoor je dus eigenlijk wel het plan hebt veranderd. Is dat wel des Theo's? Nou, Theo was niet gek. En hij nam risico's, zeker. Maar om een heel klein voorbeeld te noemen, toen hij Submission opnam, toen heeft hij mij gewoon persoonlijk verboden om daar op de set te komen omdat het gevaarlijk was. Dus onnodige risico's moest je van hem ook echt niet nemen. Ik bedoel, ik heb Joep van het Hek wel eens horen zeggen of, dat hij in zijn columns allerlei dingen niet schrijft omdat hij denkt, nou met de islam gaan we maar geen ruzie maken, daar begin ik niet aan. Ik snap dat heel goed, maar het is natuurlijk niet wat we willen in een democratie. Nee, tegelijkertijd mag je ook zeggen, zoals zijn moeder altijd heel eloquent zei, je mag het natuurlijk wel zeggen, Theo, maar je hoeft het niet te zeggen. Daar mogen we ook een beetje over nadenken. Nou, het is er niet alleen maar beter op geworden. Misschien wel eigenlijk flink slechter. Ja. Ik denk dat de boodschap die Mohamed Bouyeri op de borst of de buik van Theo heeft achtergelaten, namelijk waag je niet aan islamkritiek, dat die nog steeds duidelijk gehoord wordt overal in Nederland en in West-Europa, denk ik. Dat is één. En punt twee, er wordt door de rechterkant van het parlement bezuinigd op de kunsten, op de kunstenaar. En op de linkerkant van het parlement is er, tenminste in de linkerkant van de samenleving, is er op uit om de kunstenaar steeds meer en meer de mond te snoeren, want die moet zich houden aan allerlei fatsoensregels en voorschriften die tegengaan. Wat een, zeg maar, de ruimte voor een creatief kunstenaar flink kunnen beperken. Ja. Maar hoe kan dat dan dat de vrijheid van meningsuiting volgens u dus eigenlijk wel iets is ingeperkt? Want de wetgeving daaromtrent is niet zodanig veranderd. Nee, er hebben natuurlijk meteen na de dood van Theo van Gogh heeft Piet Hein Donner getracht om bijvoorbeeld blasfemie strafbaar te stellen. Dat is niet gebeurd. Dus de wetgeving is eigenlijk niks in veranderd. Behalve dat wel wat duidelijk veranderd is, is dat er een soort ongemerkt een soort cultuurhaat de samenleving binnengeslopen is van alle kanten. Die eigenlijk tegenwoordig normaal maakt dat allerlei partijen maar rondtrappen op de kunsten. En de kunsten en de kunstenaar zijn degene, zoals Van Gogh bijvoorbeeld, die eigenlijk de plek moeten gegund worden en moeten opeisen om zich te kunnen uiten en om iets nieuws te kunnen maken. Dus die ruimte is niet wettelijk beperkt, maar wel daadwerkelijk beperkt. Theo van Gogh, de martelaar voor het vrije woord.
Maar wat heeft dat martelaarschap hem eigenlijk opgeleverd? Nou, wel eeuwige roem, anders zouden we hier natuurlijk niet zijn. En... Zou je daar blij mee zijn? Ja, zeker wel. Want ik denk dat hij de tweede Van Gogh is die bekend is geworden. En misschien wel de meer relevante. Nee, ik denk dat Theo in zijn moed, in zijn compromisloosheid wel een voorbeeld voor generaties kan, mag en moet zijn. Hey, waarom sta je hier vandaag? Nou, maakt eigenlijk allemaal niks uit. Zorg dat je geabonneerd bent en ons volgt op de socials.